En kwam allerlei podia spreken, interviews geven, maar de dagen waar ik altijd het meest naar uitzie, was om hier gewoon lekker bij mijn familie te zijn. Dus dank jullie wel ervoor. Mooi. Ja, hey, gebed om genezing. Mooi om daar met je over na te denken. En je kent me wel, als je me kent, als een echte Bijbelman. Ik geniet ontzettend van de verhalen die hierin staan. Maar buiten de Bijbel zijn er ook hele mooie verhalen. En een van mijn favoriete verhalen, dat is het verhaal van Robin Hood. Nog meer Robin Hood fans hier in de zaal? Jawel, hé, wel, mooi. En liefst van Disney natuurlijk, hè? Dat is de meest toffe versie. En Robin Hood, dat gaat eigenlijk over een verhaal, over een historische situatie, dat er een rijk is op aarde. En dat rijk, dat komt op bloei, dat floreert, het is ontzettend vet, gaaf. Totdat op een gegeven moment de koning van het rijk, koning Richard, die neemt een wijk, die gaat op missie. En die moet dan zijn prachtige mooie rijk achterlaten. En dan heb je die Clojo, die Prins John. Hè, die doet een gooi naar de macht en die gaat het volk onderdrukken. En doordat hij eigenlijk alle mooie licht verdrijft en er een enorme puinhoop en pleurisbende van maakt, dan zucht het hele rijk. En er is onrechtvaardigheid, mensen die worden arm, mensen worden ziek. En het is enorm zuchten onder de heerschappij van die ellendeling Prins John. En ik vond het eigenlijk een beeld voor de aarde die God zo ontzettend mooi heeft gemaakt. Hij heeft de aarde tof gemaakt, staat er in Genesis, dat betekent goed. En het is zo ontzettend mooi onder leiding van onze koning, van onze God. Maar op een gegeven moment dan komt de zonde de wereld in. En de gebrokenheid. En dan staat er ook in de Bijbel, dat is een moment dat er naast al het mooie dat we beleven met God, dat er schepping ook aan het zuchten is. En dat maakt dat we nu in de aarde leven die uitgeput raakt, waarin je ziet de aarde die is aan het zuchten. Dat maakt dat aarde een aantal opmerkingen maakt over Israël, over twist onderling. Dat we soms merken, en soms heel veel, dat het in relaties onderling, het intermenselijke, dat we enorm aan het zuchten zijn in hoe we omgaan met elkaar. Dat maakt dat het in jouw persoonlijke leven, in mijn persoonlijke leven, dat je soms merkt van, nou, fantastische overwinningen van God. Maar als we eerlijk zijn, ons leven kan soms best wel zuchten geblazen zijn. En dat je merkt in je lichaam misschien wel, of juist in je geest, in je ziel, of welke indeling je ook maar wil maken, dat je merkt van, nou, ik ben hier misschien wel vanmorgen met ontzettend veel gezucht naar de kerk gekomen. Want we allemaal maken mee in ons eigen leven dat er momenten zijn dat je intens diep zucht in je leven. Toch? Ja, als we eerlijk zijn, dan zijn er heel veel momenten, dan is het ook zuchten geblazen. En het is zo fijn dat we God hebben, dat we een Bijbel hebben, waarin ook gewoon hele praktische tips gegeven worden. Wat dan, als ik nu aan het zuchten ben in mijn leven? Er is een hele praktische man in de Bijbel, Jacobus, toffe vent. En die geeft een aantal hele praktische tips. Maar als je dan aan het zuchten bent, wat kan je dan doen? Ben je er benieuwd naar? Ja. Dat gaan we lezen. Echt zo'n man van geen woorden, maar daden. Hij komt niet uit Rotterdam, gelukkig. En hij zegt het volgende, gewoon praktische tips. Als een van u moeilijk heeft, laat hij of zij bidden. Praktisch. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. En laat ze voor hem of haar bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed, dat zal de zieke redden. En de Heer die zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, dan zal het hem vergeven worden. Daarom, beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. En dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en het mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En het land bracht zijn vrucht weer voort. Het eerste wat Jacobus hier zegt, is dat hij een tip geeft van zorg ervoor in je leven. Een soort uitnodiging, een aanmoediging. Dat je God zoekt in alle tijden van je leven. Alle tijden van je leven. Als je moeilijk hebt, als je zegt, joh, ik zit echt in de penarie. Als je vrolijk bent, dat je zegt, nou, ik smaal alle kanten op. Het gaat hartstikke lekker. Maar ook als je ziek bent,
En gebed is er niet alleen als je in nood bent. In noodlim en bidden zeggen we wel eens, dat is prima. Maar Jacobus die zegt, het gebed is essentieel in alle seizoenen van je leven. Gebed is voor all the day. In alle gemoedstoestanden die je hebt. En wat Jacobus dan wel onderstreept, is dat hij zegt, maar neem dan wel zelf initiatief daarin. Ja, alles wijst op jouw initiatief. Laat hij of zij zelf bidden, gewoon zelf. Laat iemand zelf een loflied zingen, gewoon lekker zelf. Hoewel ik zo'n beentje ook wel lekker vind hoor, gewoon lekker samen. Maar eerst zelf. Als iemand ziek is, laat diegene dan zelf de oudste. En dat is gewoon een heel breed begrip in de Bijbel. Mensen met verantwoordelijkheid, een stukje leiding geven. En laat die mensen bij zich roepen. Maar neem zelf dat initiatief. En neem allereerst altijd zelf het initiatief om God in jouw persoonlijke leven te zoeken, zegt hij. En waarom vindt Jacobus dat zo belangrijk? Omdat het zomaar kan gebeuren dat je anders eigenlijk vooral gaat meeliften op het geloof van iemand anders. Terwijl God er zo naar verlangt dat hij juist persoonlijk met jou een relatie bouwt. En dat hij ook persoonlijk wil leren kennen, dat jij hem leert kennen. En dat het niet een meeliften is. Ik ben wel eens verbaasd, dan ga ik bij mensen eten en die zijn dan jarenlang christen. En dan wordt er een beetje zenuwachtig heen en weer geschuifeld als we gaan eten. En zeggen ze, ja Joël, wil jij dan bidden voor het eten? En zeg ik meestal, nee. Zeg, kom op, je bent jarenlang christen. En moet ik dan, dat ik voorganger ben en ik ga voor het eten gaan bidden? Kom aan. Ik zeg het wel liefde van hoor, maar het is een beetje mijn gedachte die ik dan heb. Hey, kom maar, jarenlang ken je Jezus. Neem zelf het initiatief. Het is jouw relatie met God. Hey, we kunnen niet elkaars relatie met God vervangen. Hey, dank zelf. Het is jouw relatie in alle seizoenen. En daarom zet Jacobus dat best stevig aan. En zegt hij dat het, en dat weet voor ons allemaal, is best een uitdaging. Want als je vrolijk bent, ik vind er zelf dan niet zo'n hele erge uitdaging om God te aanbidden. Jawel? Je bent hier in Mozaïek. We houden van worship en ik vind het heerlijk. Nou, als ik lekker in mijn vel zit, dan hoor je echt door het huis inderdaad. Jezus, u verdient alle glorie. En dan vind ik dat lekker. En dan is het niet zo ingewikkeld dat we bidden als we vrolijk zijn. Maar dan kom je wel uit, denk ik. Maar Jacobus zegt tegelijkertijd, ook als het dit moment in jouw leven, dat het een fase is, een periode is, door iets wat er gebeurd is, door iets wat al langer gebeurt, dat jij op dit moment jezelf zucht door het leven, ga dan zelf eerst met je zucht naar God toe. En neem zelf initiatief, als we het hebben in Mozaïek over herstel delen, om dan zelf andere broers en zussen erbij te vragen. Maar neem zelf het initiatief, zegt Jacobus. Dat is het eerste. Het tweede wat hij dan noemt, dat hij zegt, dat bijvoorbeeld als iemand ziek is. En ik weet niet hoe jij het Bijbelgedeelte leert. Ik heb het idee dat het dan meer gaat dan alleen een griepje. Hè, dat je iemand erbij moet roepen. Dat je echt even iets fundamenteels aan de hand is. En tegelijkertijd het originele script van die brief. Dat is in het Grieks geschreven. Het Griekse woordje dat Jacobus daar gebruikt. Dat is een heel breed woord. Hè, dus het is niet van als ik alleen maar doodziek ben. Heel breed woord. Dat kan gaan over je lichaam. Dat je lichamelijke ziekte hebt. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga mensen erbij roepen om te bidden als ik een mentale ziekte heb. Of gewoon mentaal niet zo lekker in mijn vel zit. Het kan zijn dat je onrustig bent op dit moment. Dat je zegt, maar ik ervaar verdriet in mijn leven. Het is gewoon een heel breed begrip dat hij gebruikt voor ziekte. En dat hij zegt, nou in zo'n situatie als je jezelf hebt gebeden. En dan kan het gewoon goed zijn dat je wat broers en zussen erbij vraagt. Joh, wil je voor me bidden? Wil je voor me zalven? En, zegt Jacobus, wil jij dieper met mij optrekken als dat nodig is? En er best wel spannende zinnen staan daarover. Ik weet niet hoe ze bij jou binnenkwamen. Maar er staat er, wanneer iemand gezondigd heeft, dan zal het hem vergeven worden. En daarom is de tip van Jacobus, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. En dan zult u genezen. Dat is misschien een beetje een spannende zin. En soms zeggen mensen in de preek van vertel eens dit en dit tegen die andere man. Ze zeggen, joh, vertel eens je zonde aan je buurman of buurvrouw. Nou, dat is heavy stuff zou dat zijn. En, vrees niet, ik ga dat niet zo vragen. En wat ook spannend kan zijn, van beken je zonde, dan zul je genezen. Misschien heb je wel ervaring dat in kerk of in christenen, dat mensen dat gingen omkeren. En dat is afschuwelijk.
En dus dat mensen zeggen, dus als je niet geneest, dan moet er wel een of andere zonde zijn in je leven. Nou, zo zou ik het absoluut niet willen lezen. Het is, joh, mocht dat aan de hand zijn, dat dat een blokkade is, dat er iets speelt, wees dan verzekerd. En God, die zal dat vergeven. Maar wat ik het mooie daarvan vind, vind ik dat Jacobus in zijn tijd al, en misschien deze dat wel meer dan nu. En Jacobus die had ook een directe leiding van de Heilige Geest. Dat helpt natuurlijk ook altijd als je ook een mooie teksten schrijft. Dat je ziet dat hij al een heel goed oog heeft voor de samenhang tussen geest en ziel en lichaam. En dus wij trekken dat vaak heel erg uit elkaar. Als ik een lichamelijke ziekte heb, dan ga ik naar de huisarts. Heb ik een mentale ziekte, dan ga ik daar. Maar hij laat heel mooi zien eigenlijk, joh, het is zo'n samenhang van wat er in je geest plaatsvindt, in je lichaam samen plaatsvindt. En dat is samen één. Je bent één mens. En zijn appel is, maar durf je het aan om dan in je leven, als je ergens tegenaan loopt, durf je aan om dat ook dieper te onderzoeken. En niet om jezelf ermee te kwellen natuurlijk, of een bepaald schuldgevoel te krijgen, maar om te kijken zoals je een diagnose kunt stellen. Joh, maar waar zit het er nou eigenlijk in dat ik lichamelijk ziek ben, of dat ik mentaal ergens mee worstel? En wat is nou precies de crux in mijn leven? Ik zei al, hè, Jacobus, dat is echt iemand, een hele praktische man. En die geeft ook in zijn hele breedte van de brief, kun je nalezen als je het leuk vindt vanmiddag. Dan geeft ook een aantal hele concrete aanwijzingen van dingen die aanwezig kunnen zijn, die je genezing blokkeren. En nogmaals, die kunnen zijn. Dus niet als iemand dus niet geneest, dan zal dat wel zo zijn. Ik zal het even nu nogmaals één keer heel dik onderstrepen. Maar dat hij wel zegt, van als je dan op onderzoek uitgaat, waar kan je dan aan denken? Hij noemt bepaalde blokkades. Als bijvoorbeeld ongeloof en twijfel, dat je voortdurend aan het twijfelen bent en niet gelooft dat God het kan doen in je leven. Hij noemt een blokkade van cynisme, van bitterheid. En dat je helemaal verbitterd bent, misschien in je leven, en dat je dat uiteindelijk ook in je fysiek gaat merken, hè, dat het doorgaat in je lichaam. Hij noemt als opties iets wat aan de hand zou kunnen zijn, wat heilzaam is om te onderzoeken. Dat hij zegt, joh, maar als je niet anderen wil vergeven, en als je steeds de bron bent van ruzies her en der, dan kan dat ook invloed hebben uiteindelijk in je fysiek, in je lichaam. Oneerlijkheid op het gebied van financiën noemt Jacobus. Roddelen over andere mensen. Zo noemt hij allerlei opties dat hij zegt van als het je niet wel gaat, lichamelijk of fysiek of geestelijk, mentaal, dan is het gewoon goed. En te kijken, maar hoe gaat dat in mijn leven? Niet zo'n kortzachtig schuldcomplex van, oh, ik ben er nog niet. Dus dan doe ik het niet goed, niet op die manier. Maar als een liefdevol advies voor jou, kijk naar die volle breedte van je leven. En dat is spannend natuurlijk. Maar ik merk ook zelf in de bediening, ook in mijn eigen leven, hè, dat die dingen die interacteren wel met elkaar. Denk aan een voorbeeld, dat was niet in deze gemeente, maar iemand kwam in de kerk en die meldde zich elke week bij een ministry gebed. Nou, prima, fijn om voor iemand te bidden. En ze had elke keer hoofdpijn, ze had buikpijn en er werd voor haar gebeden. En ze merkte ook elke keer, het gaat weer weg en blij, en volgende week meldde ze zich weer bij een ministry team. Toen dacht ik, dat moet anders kunnen. Ja, want het is super fijn als God een stukje verlichting geeft en ziekte wegneemt. Maar ik gun daar meer dan dat je elke week je weer meldt en nu zit ik er weer mee. En op een gegeven moment zei van, joh, als je wilt, het hoeft niet, maar we willen best dieper met jou oplopen. Hè? Dat is wat care is, wat Ari zei. Care is dat je niet alleen één keer bidt, maar dat je wat langer met iemand oploopt. En datgene, joh, we willen met je meekijken, met je meebidden. Uiteindelijk kwamen we in haar huis en ze had allerlei verzamelingen van spullen. En ze had ook allerlei verzamelingen van met poppen uit haar kindertijd, die haar eigenlijk enorm nare emoties gaven. Ze had een heel beschadigd leven. En ze had eigenlijk allerlei trofeeën uitgestald, natuurlijk niet expres, maar die haar eigenlijk weer pijnigden. En een hele ongezonde emotionele banden daar aan het leggen waren. Dus we spraken erover, waar mensen die over haar ontfermden. En uiteindelijk maakte ze zelf de keuze van, joh, ik neem afscheid van al die spullen die me elke keer doen herinneren aan allerlei narigheid en een ongezonde verzameldrang. Met als gevolg dat ze tot op de dag van vandaag volledig genezen is. Dus er werd gebeden, maar er werd ook dieper onderzocht. Gewoon geholpen op een totaal niet veroordelende manier. Want bij mij kun je ook tig dingen aanwijzen en bij jou ook, dat kunnen we allemaal doen.
Maar om een stukje samen herstel te delen, joh, wat is hier nou ten diepste gaande in het leven en hoe kunnen we daar herstel over ervaren in de naam van Jezus? Mm-hmm. En dat is dus ook een hele spannende vraag die Jacobus jou en mij geeft. En durf je daar ook diep te gaan? Bidden is mooi, en is ook mooi om daarin dieper te gaan. En dan zegt hij nogal eens, dat hij zegt, het gelovige gebed, het zal de zieke redden. Een breed woord, maar dat mag je in deze context ook echt als genezen zien. En als hij dat woord niet zo vertalen, dan zie je, de Heer zal hem laten opstaan. Dat is gewoon een genezing. En als er zonden begaan zijn die in de weg zitten, dan zal diegene ook vergeven worden. Dus dat is een andere sleutel die Jacobus deelt met jou en mij. Hij zegt, joh, het is niet belangrijk om, alleen belangrijk om all the day te bidden in alle seizoenen van je leven. Maar het is ook belangrijk om all the way te bidden. Neem die even mee voor vanmiddag, ja? Als je thuis zit. Het is belangrijk om all the day te bidden, maar ook om all the way te bidden. En wat bedoel ik daarmee? Ben je met me eens? Je hebt bidden, maar je hebt ook bidden. Toch? Mm-hmm. Je hebt bidden van die vet saaie bidstonden. En je kan het gebed van de anderen afmaken, want elke keer weet je hetzelfde riedeltje en ook in je eigen leven soms. Hè, dat heb je wel soms, dat je denkt een beetje moe. En ik bid een beetje wat ik altijd bid, een beetje boring, maar prima, oké, dat is bidden. Je bidt in een wat levendigere vorm, dat je zegt van nou, gewoon lekker in de routine, in mijn stille tijd. En ik dank God en ik bid voor dat. En ik ben echt ook blij met mijn geest, met mijn hoofd, dat is ook super mooi. Maar je hebt ook vurig bidden. En ik hoop dat je dat eens hebt meegemaakt, gewoon samen in een groep of persoonlijk. Dat je zegt, maar wij gaan de hemel bestormen. Mm-hmm. En het is een gezucht onder het rijk van die prins John en zo inderdaad. En het is narigheid. Maar we gaan vol vuur en we gaan ervoor. We willen dat weer opeisen en in alle afhankelijkheid van God. En we gaan vol in geloof gaan we bidden. Ken je zo'n gebed? Dat is het gelovige gebed waar Jacobus het over heeft. Dat je eigenlijk het vuur uit de sloffen bidt. En hij zegt dat gebed, dat zal je redden. Dat zal je doen opstaan. Het zal je vergeving brengen. Ontzettend mooi. Super gaaf om zo vurig te bidden. En tegelijkertijd leeft het ook, moet ik eerlijk in zijn, hele ingewikkelde vragen op. Ik heb hele mooie wonderen mee mogen maken. En ik ga er nog veel meer mee maken. Daar ben ik diep van overtuigd. En ik maak ook situaties mee tot in mijn eigen gezin aan toe. Dat ik heel vurig heb gebeden. Dat we alles uit de kast hebben gehaald. En olie en dat weet ik wel allemaal. En dat je niet of nog niet de genezing hebt die je zo ontzettend graag zou willen. Dat is ook ingewikkeld. En als ik gewoon heel eerlijk met je ben vanmorgen. Ik was in de zomer, was ik deze serie aan het voorbereiden. Lekker aan het bidden, herstel delen. En ik dacht, dat er moet toch ook een moment zijn dat we hier in Mozaïek 020 dan voor elkaar gaan bidden in die serie. En er was even iets, een duistere gedachte in mezelf. Dat ik dacht van, hey, mijn eigen gezin gebeurt er niet altijd. Ben ik zelf wel gelovig genoeg? Dat ik even in één gedachte dacht, laat ik dit maar even aan de gast spreken laten, dit thema. Laat ik hem maar passeren. Ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Misschien ben ik daar niet goed genoeg voor. Hmm. Nou, die gedachte mag je ook weer eruit kicken in Jezus' naam. Amen. Mm-hmm. Maar het is wel een vraag, als we eerlijk zijn, die we allemaal hebben als we dit lezen. Wanneer is een gebed dan gelovig genoeg? En er zijn ook mensen gewoon hier in deze zaal die daar pijnlijke ervaring hebben opgelopen. Dat die zeggen van, dan kom ik voor gebed en dat vind ik al moeilijk, dat vind ik al kwetsbaar. En misschien heb je het in je omgeving meegemaakt. En dan krijg je nog een schuldcomplex bij ook. Mm-hmm. Dan genees ik niet. En dan is het nog allemaal schuld en een schuldcomplex. Dan kan geloven je ziek maken. Mm-hmm. En dan word je er niet beter op, dan word je er nog slechter op. Dan heb je er nog een heel groot probleem bij. Dat is nooit de bedoeling. Nee. En ik kijk nu naar jullie op dit moment in de zaal. En ik zie hier meerdere mensen die zijn genezen door gebed. Ook hier in Mozaïek 020. Mm. Fantastisch. En ik kijk naar mensen op dit moment in de zaal, die zijn niet genezen omdat we net zo vurig hebben gebeden. Mm-hmm. Want die zitten hier met een intens verdriet, wat ook niet weg is gegaan. Mm-hmm. Dus ik denk, genezing is super gaaf, mogen we met verwachting doen en tegelijkertijd, dat kan ook super ingewikkeld zijn. En in Mozaïek zeggen we, joh, die twee die laten we staan, we hoeven er niet in te kiezen. De vragen die mogen er zijn,
Die hoef je ook niet te overschreeuwen, die hoef je niet te ontkennen. En tegelijkertijd willen we vol gaan voor die genezing in Jezus' naam. Amen. Amen. Die twee die laten we staan. Ik kan je niet een oplossing bieden of een theologisch antwoord. Nou, zo zit het precies. Ik weet het ook niet. Maar ik weet wel dat onze broer Jacobus in de Bijbel hele mooie waarheden laat zien waar we echt wat mee kunnen, ook vanmorgen. Hij zegt namelijk, joh, het is belangrijk om zelf initiatief te nemen. Maar het allereerste initiatief, dat ligt bij God. We vieren notabene het avondmaal. Hij zegt, degene die de eerste stap altijd zet en heeft gezet, dat is Jezus Christus van Nazareth. Ja, initiatief ligt bij hem. En dan mag je ontspannen. Het gelovige gebed, dat is niet dat je zelf moet oppompen. Nou, nu ben ik de superman in het geloof. Maar het is eigenlijk gewoon een antwoord op wat Jezus heeft gedaan. En dat je, als je vandaag de druifsap tot je neemt, het brood tot je neemt, dat we eraan denken, Jezus zegt, maar ik ben voor je zonde gestorven, maar ook voor je ziekte gestorven. Staat in Jesaja, zijn striemen zijn onze genezing. En dat we erin zeggen, jongen, ik mag rusten in uw geloof. Ik hoef niet allemaal zelf te maken en te creëren, integendeel. En mijn gelovige gebed, dat is het antwoord op wat Jezus voor mij heeft gedaan. Het tweede is, en er is ook de mogelijkheid, als je zegt vandaag, ik zou met olie gezalfd worden, dus een paar drupjes op je hoofd. Dat is ook eigenlijk een beeld voor de Heilige Geest, de hele Bijbel door, die olie, dat is ontzettend mooi. En als je zou willen en je laat je zalven met olie op je hoofd, dat is eigenlijk ook een antwoord dat je zegt, maar ik wil aansluiten bij de werking van de Heilige Geest. En het is niet dat ik meelift op het geloof van iemand anders of ineens mee bewegen. Ik meld me, ik neem zelf initiatief en ik wil meebewegen in het werk van de Heilige Geest dat hij wil doen in mijn leven. En daarom is het eigenlijk een uitnodiging om mee te bewegen, om mee te ontdekken, om dat herstel te ervaren, te midden van al je vragen, je pijn en verdriet, en dat er ook gewoon is in de realiteit. Ik moet denken aan John Wimber, die had een hele mooie genezingsbediening. En die zat er ook gewoon lekker nuchter in. Misschien denk je, genezingsbediening is zweverige mensen, nou valt best mee. En hij zei het volgende, hij zei, er was een tijd dat we voor niemand baden en er was ook niemand die genas. En hij zei, nu zijn we volop aan het bidden en nu zijn er meerdere mensen die genezen. Eerst baden we niet en toen gebeurde er niets. Nu bidden we veel en gebeurt er iets. Dat is mooi toch? Dus je kunt niet gaan bidden omdat je denkt, ja, niet iedereen geneest, hè? Want dat zien we. Maar joh, als we op onze handen gaan zitten, dan herstelt er ook niks. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga er niet mee akkoord. Ik ga er niet voor. Ja, als we op onze handen gaan zitten, dan gebeurt er niks. Maar als we op onze handen gaan vouwen, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt het in ieder geval meer. Dan gebeurt het vaker. En vandaag is er eigenlijk een uitnodiging aan ons allemaal. En wat zit er voor ons in het vat van het Koninkrijk van Jezus? Niet meer op je handen gaan zitten, maar de handen vouwen en gaan ontdekken. Heer Jezus, wat wilt u doen vanmorgen in mijn leven? Dus eigenlijk zou ik zo willen formuleren, vandaag is eigenlijk een uitnodiging van God om te geloven. En dan gaat het dus niet om jouw grote geloof, ook als daar een pijnpunt zit nogmaals, hè, dat mensen hebben gezegd, je hebt een te klein geloof. Dan mag je altijd zeggen, ten eerste wijst Jacobus op het geloof van de bidders. En dus als je al iemand aanspreekt op het gelovige gebed, dan is het voor degene die bidden en niet alleen voor degene die gebeden wordt. Maar nog veel belangrijker is dat ik denk dat een gelovige gebed, dat wijst niet op jouw grootheid, maar op de grootheid van God. Ja. Toch? Het is niet jouw grootheid, het is de grootheid van God. Het is eigenlijk dat je zo zegt, maar ik ga bidden en dit is wat ik besef. Het probleem dat voor mij ligt of de ziekte die in mij zit, die kan nooit zo groot zijn als de persoon die achter me staat. Amen. Ik zal met de hoofdletter. Het is ontzettend pittig dat verdriet. Ik voel de ziekte in mijn lichaam. Ik heb niet zo'n groot geloof en ik weet niet of het allemaal echt gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat er een persoon is die achter mij staat die veel groter is dan mijn twijfel, dan mijn verdriet, dan mijn ziekte. Dus gelovige gebed, het gaat niet om allerlei mooie volzinnen of allerlei ellenlange gebedsessies. Mag best als je dat mooi vindt, maar hoeft niet. Allerlei ingewikkelde rituelen. Maar dat je zegt, maar wij willen samen omhoog kijken en daar is God. En ik wil voor me kijken en ook daar is God. En we willen samen achter ons kijken en verhip, daar is ook God. Onder mij, God is er om mij te dragen, zodat ik niet val. Het
is eigenlijk kijken naar de grootheid van God. Niet om mee te liften, maar om mee te bewegen. Dat we zeggen, maar samen willen we voor jou, willen we de hemel bestormen, omdat we geloven dat er een ontzettend grote God is die om je geeft. En dat we dat alle veiligheid met elkaar mogen doen, dat we daarin diep mogen gaan, als je dat wilt. Dus je zit zelf aan het roer. We zeggen, op die manier willen we in alle diepte en alle hoogte die hemel van God bestormen. Het is waar. Het leven op aarde, het is regelmatig zuchten. Het is gebroken. Het is oneerlijk. Het is gewoon zo'n shit, dit leven. Daar moeten we eerlijk in zijn. Omdat die koning van de wereld, die Prins John, is soms een enorme ellendeling. Die ons uitbuit. Die dingen van ons rooft. Die niet wil dat het ons goed gaat, maar die wil dat we in de duisternis leven. En dan kunnen we ons passief terugtrekken en zeggen, nou laat mij maar in de duister zitten, ik ga op mijn handen zitten. Maar we kunnen ook onze handen vouwen. En mijn grote voorbeeld is, heel veel mensen uit de Bijbel, maar mijn grote voorbeeld van morgen is daarin Robin Hood. Toch? Hij zegt, wat zien we uit nadat koning Richard, de goede koning, terug zal komen. Het duurt ontzettend lang. We verlangen zo naar de terugkomst van koning Richard. Maar totdat koning Richard terugkomt, gaan we niet afwachten, maar wij gaan verwachten. Zo mogen we dat ook zien met Jezus. En wat zij doen, is dat ze zeggen, wij weten dat we de underdog zijn in deze wereld. Maar wij gaan dat rijk der duisternis ondertussen bestormen. En als zo'n koets komt met goud, dan overvallen we die en nemen we terug wat van ons is. En dat lukt misschien niet met alles. Maar waar we een paar gevangenen kunnen bevrijden uit die gevangenis van Prins John, dan gaan wij ze bevrijden. Totdat koning Richard terugkomt. En je ziet, ze gaan al vreugdedansjes doen in de verwachting dat King Richard eens terug zal keren, alles volmaakt zal zijn. Maar dat geeft nu al een enorme vreugde. Daar mogen nu al vreugdedansjes de ronde doen, omdat we nu al cadeautjes uit het rijk van het licht ervaren in het leven. En zo mag je het ook zien met het koninkrijk van God. En we zien enorm uit naar de terugkomst van Jezus. En daar kunnen we op gaan afwachten. Maar we kunnen ook zeggen, wat een verwachting mag dat geven. En mag vandaag een feestje zijn, een ronde dansje doen met elkaar. En dat we zeggen, wat mogen we nu al ontdekken in het koninkrijk van Jezus. Het koninkrijk van het licht. En daarom zegt Jacobus ook, joh, die Elia, dat was maar een man zoals jij en ik, of een vrouw, zoals jij bent. We hebben hem in deze prekenserie ontmoet, het was een hele depressieve man, en dan weer een groot geloof, dan weer twijfel. Maar die eenvoudige gast, die bad, en het gaf een enorme power, uiteindelijk een doorbraak in Israël. Maar Jook en ik, wij konden geen kinderen krijgen, niet of nauwelijks. En we gingen naar het ziekenhuis, en er was meteen een heel plan voor ons leven. Zelf geen plan maakt, hebben we een ander plan voor jouw leven. En dat is prima, daar kun je heel verschillend mee omgaan, maar wij hadden toen, en dat is ook oké, maar wij hadden toen echt het idee, maar we keken elkaar de ogen, volgens mij is dit een zaak van gebed. En we hebben de gemeente erbij betrokken, en we hebben twee prachtige dochters, Rivka en Jael. Dat is iets wat God doet, een vreugdedansje in het koninkrijk, hier op aarde. Ik weet nog dat ik Ellie mocht zalven, en Ellie zat er met Jan. Ze hadden enorme lichamelijke gebreken en we zalfden met olie, we spraken de naam van de Heer over haar uit. Lichamelijk is ze er niks mee opgeschoten. En innerlijk heeft ze zo'n enorme reis gemaakt. En ervaart ze nog steeds dat moment van de zalving als ontzettend mooi, dat het op een andere manier werkt dan ze verwacht. Ik denk aan Rizanne, die komt uit een totaal atheïstische omgeving. Haar moeder kon de kinderen niet eens meer naar school brengen. Ik ken haar persoonlijk. En op een gegeven moment is ze naar een genezingsdienst gegaan. Van iemand die hier een bediening in heeft. En nu al tientallen jaren is van top tot teen genezen. En ze kan de kinderen naar school brengen. Nou, zij is nu te oud, maar ze zou het kunnen doen. En meerdere kinderen die zitten in de bediening van de Heer. En ze is op de EO geweest. En in interviews. God heeft haar volledig genezen. Ik denk aan Klaas. Die kanker kreeg op oudere leeftijd. En we zalfden met olie. En hij is zo dankbaar dat een aantal jaar verlenging is geweest in zijn leven. In betrekking goede gezondheid. Waar hij in ieder geval echt van kon genieten. Op een andere manier. Hij heeft hij zelf als zo'n cadeautje van het koninkrijk van God ervaren. Ik denk aan Lisanne die bij mij op de kring zat. En we baden gewoon. En ze had enorme pijn al maandenlang in de nek, in de rug.
En we sloten af met gebed, zonder olie, zonder handoplegging. Gewoon heel eenvoudig gebed. Ik weet ook niet of ik dat met heel groot geloof heb gebeden. Ik sta mezelf niet bij. Maar ik ronde gewoon de avond af. En Lisanne zegt maar er gebeurt van alles in mijn nek en in mijn rug. Wat gebeurt hier? Ik zei, volgens mij is dat de Heilige Geest. Volgens mij is dat de God die jou lief heeft. En zij is dan ongelooflijk als ik morgen naar de fysio ga. Ik zou joh, laat hem lekker meegenieten van het wonder. En ze is genezen en ook genezen verklaard. Allemaal andere verhalen, andere uitkomsten. Maar ze zijn allemaal feestjes van herstel. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier of naar uitkwam precies wat ze wilden. Of misschien niet zoals ze zelf hadden gewild. Die zeggen maar toch heb ik een hele mooie ontmoeting gehad met mijn God. En dat kan omdat we samen het herstel delen. Omdat we samen onze handen vouwen. En hoe meer we onze handen vouwen wat we vandaag gaan doen. Hoe meer we van Jezus zullen meemaken. Amen. Amen. En het vooruit.